Als de keizer langs gaat, dan zeg je: Vive l'empereur! We hebben totaal ongeveer 700 reenactors, zoals dat heet, soldaten die dat naspelen, wat ik zei, op een authentieke manier. En die komen uit heel Europa, sterker, degene die het verste wegkomt, komt uit Frans Guyana, dat is 8500 kilometer verderop, voor een weekendje Almelo, om hier voor het publiek wat neer te zetten. Maar ze komen uit Tsjechië, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, ja, heel Europa. Vindt ze het nog wel leuk of moet ze hier staan omdat vader het graag wil? Vind je het wel leuk? Hè? Ja, een klein beetje, hè? Maar het gaat wel hard, ja. Maar hartstikke mooi. De hele organisatie, ook het tentenkamp, hoe de mensen leefden, daar zijn ze heel consequent in. Dus ja, hoe het vroeger gedaan werd, dat vind ik echt indrukwekkend, ja. Zou het iets voor u zijn, zo'n hobby, in het weekend? Voor mij niet, nee, dat zeker niet. Hoe ze telkens meer naar voren komen. En elkaar telkens omsingelen en telkens dat, ja. Mooi om te zien. Ja. Gattingen zijn gisteren 12.500 bezoekers. U zult zien, de veldslag begint zometeen. En echt, geloof mij, het staat dadelijk hutje-mutje vol. Dus we hopen dat we weer 30.000 bezoekers gaan halen of daar zelfs overheen gaan.